Zo, mijn 4 minuten interval zit erop. Dat betekent gelijk het moeilijkste interval. Ik ben buiten adem. Dus ik ben blij met mijn 2 minuten rust. Kan ik even op adem komen. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Wim Groenendijk. Het is vandaag schitterend hardloopweer, dus ik ga een nieuwe video opnemen. Hij lijkt een beetje op mijn eerste video die ik ooit eerder heb gemaakt, namelijk mijn intervaltraining. Maar dit keer ga ik een variant geven op de intervaltraining, namelijk de piramide intervaltraining. Dus ik ga je nu meenemen en vertellen alles wat de piramide intervaltraining is, terwijl ik hem loop. En onderweg vertel ik je alles erover. Voordat ik begin aan de intervaltraining, net zoals met alle intervaltraining, doe ik eerst een klein stukje warmlopen. Want de eerste interval is gelijk op hoge snelheid. En dan wil ik wel eerst dat de spier een beetje opgewarmd is. Dus ik ga eerst een kleine 3 minuten inlopen. De spier een beetje warm zijn om te beginnen met mijn intervaltraining. En de eerste interval die is 1 minuut op hoge snelheid met 1 minuut rust. En dan ga ik je daarna vertellen hoe je verder de piramide intervaltraining opbouwt. Zo, mijn warming up zit erop. Klein stukje 3 minuutjes warm gelopen. En ik ben bijna klaar om te beginnen met mijn piramide intervaltraining. Het verschil met een gewone intervaltraining en een piramide interval is dat je eerst de intervallen klein begint, langzaam opbouwt en dan weer vermindert. En het beste is dat te doen in afstand. En ik doe het zelf op tijd. Dus ik begin met 1 minuut snel, 1 minuut rust, 2 minuten snel, 1 minuut rust. 3 minuten snel, 2 minuten rust. 4 minuten snel, weer 2 minuten rust. En dan weer langzaam afbuiten. Daar kom ik later nog wel op terug. Maar het handigste is dat op minuten te doen. Dus kan je precies kijken op je horloge wanneer je een interval klaar hebt. Als je hem op per minuut zet, is het een kwestie van een aantal piepjes stellen. Van oké, ik moet nu rust nemen of ik moet nu 2 minuten interval lopen. Maar hoe je dat instelt, dan kom ik ook later op terug. Ik ga in ieder geval beginnen met mijn intervaltraining. Ja, mijn eerste hoge interval van 1 minuutje erop. Lijkt heel simpel, is het ook. Maar naarmate we hem op gaan bouwen, wordt deze training een stuk zwaarder. Ik heb nu in ieder geval 1 minuut rust. Dat lijkt ook een beetje te veel voor die 1 minuut hardlopen. Maar geloof maar, ik ben blij dat je die minuten rust ertussen hebt. En dat is ook de bedoeling van de intervaltraining. Je bouwt hem piramide intervaltraining. Je bouwt hem langzaam op, zeg maar naar het hoge punt. En dan weer om af te bouwen. Dus dat is het ideale van het lopen van een piramide interval. Dat je langzaam kan wennen aan de hoge intervallen, aan de afstand en dan weer langzaam afbouwen tot het juiste punt. En mijn minuut rust zit er bijna op, betekent nu 2 minuten hardlopen. Zo, mijn tweede interval zit er ook op. Ik merk wel dat ik nu iets al meer buiten adem ben, dus ik ben blij met een minuutje rust. Het fijne van een piramide intervaltraining vind ik persoonlijk, dat je langzaam kan opbouwen, zeg maar, naar de zwaarste interval. In plaats van een gewone intervaltraining zijn alle even intervals even zwaar. En dan merk je in het begin dat je goed bezig bent en dat je op het eind toch wel een stuk zwaarder krijgt. En nu op het eind doen we weer langzaam afbouwen, dus het eind is iets wat makkelijker dan het middelste gedeelte van de piramide intervaltraining. Dus daarom vind ik persoonlijk een piramide intervaltraining echt een stuk relaxer lopen dan een gewone interval. Mijn minuut rust zit er bijna op, betekent nu 3 minuten hardlopen en daarna 2 minuutjes rust. Mijn derde interval zit er ook op van 3 minuten hardlopen, dat betekent nu 2 minuten rust. Dus een minuutje langer rust dan bij de eerste 2 intervallen. En die heb je ook nog nodig, want omdat die intervallen steeds langer worden, heb je ook net even meer rust nodig om weer op adem te komen, iets te herstellen, zodat we straks de moeilijkste interval gaan krijgen, namelijk die van 4 minuten. Maar ik heb gelijk even tijd om te uitleggen hoe deze piramide intervaltraining opbouwt.
En dat is het volgende. Beginnen met 1 minuut hardlopen, 1 minuut rust. 2 minuten hardlopen, 1 minuut rust. Daarna 3 minuten hardlopen, 2 minuten rust. Daarna 4 minuten hardlopen, 2 minuten rust. En dan gaan we weer afbouwen. 3 minuten hardlopen, 2 minuten rust. 2 minuten hardlopen, 1 minuut rust. En dan nog als laatste 1 minuut hardlopen met 1 minuut rust. En zo kun je wel een beetje variëren met verschillende piramide-intervallen. Maar je moet dezelfde opbouw als dingen doen. Afbouw. Mijn 2 minuten rust zit er bijna op. Betekent nu de langste interval van 4 minuten. Daar ga ik nu aan beginnen. Dus tot over 4 minuutjes. Dan ben ik weer terug met mijn 2 minuten rust. Zo, mijn 4 minuten interval zit erop. Dat betekent gelijk het moeilijkste interval. Ik ben buiten adem. Dus ik ben blij met mijn 2 minuten rust. Kan ik even op adem komen. Maar dat is dus het fijne van deze interval. Ik weet, van een piramide interval. Ik weet dat het vanaf nu alleen maar weer makkelijk wordt. Want we bouwen hem nu af met de volgende interval van 3 minuten hardlopen, 2 minuten rust. Dus het moeilijkste is geweest. En ik ga je ook gelijk uitleggen hoe je deze interval het beste in kan stellen. Als je met een hardloophorloge loopt, zoals ik, dan is het handig om hem per minuut te zetten, zoals ik al zei. Zo kun je aangeven van bij elk minuut weet je of dat je nou rust hebt, of dat je een interval moet beginnen, of dat je nog een minuutje interval moet lopen. Dus zo weet je precies hoe je deze interval kan lopen. Nou, mijn 2 minuten rust zit erop. Ik ga weer 3 minuten hardlopen. Deze interval zit er ook weer op van 3 minuten. De laatste keer 2 minuten rust, want de volgende 2 zijn we 1 minuut rust. En het is de zwaarste gedeelte zit er nu echt op. Dus daar ben ik blij mee. Ik ga je wel vertellen waarom het fijn is om een piramide interval training te lopen. In plaats van een gewoon interval. Het is vooral handig dat ik een beetje kan variëren in verschillende interval trainingen. Dus dan krijg je lichaam ook net even een andere prikkel dan als je elke keer hetzelfde loopt. En het is fijn dat je ook eens een keer wat anders kan kiezen dan een gewone intervaltraining. En daarnaast, je traint toch wel met intensieve intervaltraining. Train je echt veel op tempo. Maar met deze interval, omdat de intervallen ook wat langer ertussen zitten, train je ook nog op de anaerobe drempel en op je conditie. Dus het heeft wel degelijk zin om in plaats van gewoon alleen intensieve intervaltrainingen ook deze mee te nemen in je hardloopschema. Nou, ik ga nog 2 minuten hardlopen en dan zit het er bijna op. Ja, mijn ene laatste interval zit er ook op. Dat betekent nu nog 1 minuutje rust. Daar nog 1 interval van 1 keer of van 1 minuut. En dan zit helemaal training erop. En dat heb ik binnen een half uurtje dan ongeveer gedaan. Ik wel dat ik bij deze interval iets meer bij het ademen dan bij de eerdere. Maar dat is ook niet zo gek. Je moet proberen bij de hoge intervallen wel zoveel mogelijk te geven. Maar wel proberen. Constant tempo, dus als je 4 minuten lang hoogloopt, hetzelfde tempo aan te houden als de 1 minuut hooglopen. Dus probeer het wel. Nou, mijn minuut zit weer op. Laatste interval van 1 minuutje, dan weer rust. Ja, mijn laatste interval zit erop. Nu nog 1 minuut rust en dan is de hele training voorbij. En daarna doe ik nog wel, net zoals de warming-up, 3 minuutjes even uitlopen. En dan zit het echt helemaal op voor vandaag. Dus 1 minuutje rust. En dan zijn we klaar voor vandaag. In een half uurtje heb je dus een mooie training afgelegd. Die specifiek voor je snelheid te verbeteren. En een stukje verbeteren van je conditie. Zeg maar, mijn piramide interval training zit er weer op.
Ik heb er een half uurtje over gedaan, dus een prima training als je niet al te veel tijd hebt en toch lekker aan snelheid wil werken. Dit was in ieder geval mijn video. Mocht je nog vragen hebben over de piramide intervaltraining, stel die dan in de comments hieronder. En wat ik al eigenlijk vanaf het begin af zei, de piramide intervaltraining is een van mijn favoriete intervaltrainingen. En het is sowieso goed om een aantal varianten op de intervaltraining te doen. Ze worden ze nooit saai, ze train je ook verschillende dingen, krijg je spieren andere prikkels. Dus daarom is het ideaal om ook deze variant te proberen. Dit was in ieder geval Wim Groendijk, bedankt voor het kijken. Wil je nou op de hoogte blijven van alles over hardlopen, trailrunnen of trainingen daarvoor? Abonneer dan zeker op mijn kanaal, want zo blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste video's. Tot de volgende video weer. Hoi!